Van harte welkom bij TSC TV. In deze aflevering het verslag en achtergronden van de wedstrijd TSC tegen de Treffers, gespeeld op Sportpark de Lok in Tiel voor ruim 600 bezoekers. Allereerst de opstellingen. Op doel Van der Sman, achterin Virek, Takasawa, Kiyomeni en Onjijke, Westerlaken, Sanaki en Rotjan op het middenveld. En de voorhoede werd gevormd door De Wind, Bartels en Van Gissel. Dan vervolgens de opstelling van de Treffers uit Groesbeek. Op doel Cornelis. Achterin vinden we Meeuwsen, Mutsers, Maatsdorf en Keukens. Op het middenveld Verbeek, Jansen en Smits. En de voorhoede van de Treffers wordt gevormd door Leemans, Eltink en Jansen. TSC had een paar wijzigingen in het elftal doorgevoerd. Obi Onjijke vormde samen met Akihiro Takasawa het centrum van de verdediging en Ilias Rotjan maakte zijn debuut. In de basis als verdedigende middenvelder. Matthijs van Gessel schoof zodoende op naar de rechtervleugel. De Treffers zetten in hoog tempo TSC in het begin van de wedstrijd onder druk en kwam na 8 minuten al op voorsprong. Takasawa schoof de bal precies in de voeten van Wesley Meeuwsen, die doelman Van der Sman kansloos liet. 0-1. Even leek TSC overlopen te worden, maar na de wissel van Ibo Alles Kan voor Akihiro Takasawa rechtte TSC de rug weer. Dames en heren, in de 16 minuten in de wissel in het team van TSC met nummer 12. Akihiro Takasawa wordt vervangen door nummer 6, Ibrahim Alles Kan. De Treffers werd onder druk gezet en TSC kreeg mogelijkheden. Alles Kan kwam bijvoorbeeld in kansrijke positie en was je Bartels dreigend voor het doel te vinden zonder resultaat. De Treffers kwamen er af en toe gevaarlijk uit. De beste kans kreeg Robert Mutsers, die recht in de handen van Van der Sman kopte op slag van rust. De eerste kans naar rust was ook voor de Treffers. Koen Mertsdorf die voorlangs schoot. TSC was veelvuldig op de helft van de Treffers te vinden en knokte zich in de wedstrijd en bleef daarnaast ook goed voetballen. Alleen werden er te weinig kansen gecreëerd. Het venijn van de wedstrijd zat in de staart. TSC lukte het niet de gelijkmaker te forceren. In de 84ste minuut kwam de Treffers op 0-2 door Mutsers. Het antwoord van TSC kwam vervolgens binnen 60 seconden. Bart Westerlaken tekende voor de 1-2. Daarna trof Ken Leemans voor de Treffers de paal en zag Matthijs van Gessel van TSC zijn inzet via de binnenkant van de paal weer in het veld terugspringen. Na afloop van de wedstrijd kreeg TSC lovende woorden van de Treffers. TSC zakt door de nederlaag naar de 6e plaats in de topklasse zondag. Frits van den Berg, weer een les geleerd, maar 0 punten. Ja, die 0 punten, dat doet pijn. Dat ben ik met je eens. En we hebben ook een les geleerd in effectiviteit. We hebben ook weer les gekregen hoe dat je kunt verdedigen en goed kunt verdedigen. Maar we hebben ook een heel goed gevoel overgehouden. Klinkt misschien raar uit deze wedstrijd, want we zijn weer aan het voetballen. En we hebben ook weer laten zien dat we als team... voetballend, ja, een tegenstander, toch de wil op kunnen leggen. En de mouwen kunnen opstropen. Ja, en we hebben ook in de tweede helft hebben we weer inderdaad onze mouwen moeten opstropen. Maar we zijn ook blijven voetballen. Alleen de finishing touch is dan altijd, hè, het laatste tikkie. Ja, dat zat vandaag even niet mee. We krijgen een bal op de paal vlak voor de tijd in de 89e minuut. En in dezelfde minuut schoot Matthijs binnenkant paal een bal eruit. Er kan ook de 2-2 vallen. En dan ga je gewoon hier een punt halen en dan is iedereen blij. Nu hoor je mensen zeggen tevreden omdat je een aardige wedstrijd hebt gespeeld. Een goede tweede helft hebt gespeeld. Maar we staan weer na 9 minuten staan we gewoon weer op 1-0 achter. En hoe... Ja, wat dat betreft is het hopen dat het kwartje een keer de andere kant op gaat vallen. Maar de ruim 600 mensen hier geweest zijn hebben een mooie pot voetbal gezien. Hè? Even een kritische noot. Na 15 minuten een wissel. Ibo Alles Kan die erin komt. Is dat niet eigenlijk een tekortkoming van de leiding? Hè? Blijkt dus dat er een verkeerde opstelling is neergezet. Nou, nee, dat niet. Want we hebben echt wel nagedacht over deze opstelling. En uiteindelijk hebben we daar ook een beslissing in moeten nemen. En dat is best een hele moeilijke. Want uiteindelijk als je Ibo moet vertellen dat hij niet gaat spelen.
Ja, dan komt dat hard aan. Hè? Maar we hebben wel uitgelegd waarom. Ja, hij heeft zich ook gerevancheerd, was man of the match. Ja, en hij was voor ons ook de man of the match. Want ik bedoel, hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. En hij heeft laten zien dat hij dus op die positie ook gewoon uit de voeten kan. Nou, en daar hadden we in eerste instantie hadden we daar niet echt het vertrouwen in. Vandaar ook dat we niet kozen voor in het centrum met Ibo. Hè. En uiteindelijk hebben we toch gekozen voor een linkspoot, Aki, samen met een rechtspoot, met Obi. Een ander punt. We hebben hem bij de vorige wedstrijd, bij de KNVB-beker, hebben we hem nog voor de camera gehad. Leon Heesen. Ja. Zei zelf dat hij op de weg terug was en dat hij het prettig vond dat hij weer ingevallen had en wat voor het team had kunnen betekenen. En deze week is bekend geworden dat de samenwerking is gestopt. Hoe zit dat? Nou, dat is een heel duidelijk verhaal. Kijk, we hebben afspraken gemaakt met Leon. Die zijn eigenlijk al gemaakt voordat ik hier kwam. Die zijn gemaakt in de maand mei. En dat ging met name over zijn fitheid. Nou, die fitheid, daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. Leon die heeft de mogelijkheid en de kans gekregen om met name in die eerste 10 wedstrijden die we achter de rug hebben, om te laten zien dat hij fit genoeg zou zijn om voor ons belangrijk te zijn. Wij wisten ook wel dat hij geen 30 wedstrijden zou gaan spelen. Maar goed, we hebben genoegen moeten nemen met 140 minuten in 10 wedstrijden. Praat je over 900 minuten die je had kunnen spelen. Ja, en dat is onvoldoende. En dat is ook de reden dat we, met pijn in het hart, hè, want er zijn alleen maar verliezers bij. Want wij laten iemand gaan die verdomd belangrijk is geweest voor deze club. En dat is een hele moeilijke beslissing geweest. Nou, neus naar voren, volgende week naar het Limburgse. Ja, EVV. En 7 coach voor, 7 tegen. Dus weten we ook hoe dat het daar weer gaat worden. Het zal weer moeilijk worden. EVV heeft gisteravond gewonnen met 0-1 bij Sneek. En als je het rijtje uitslagen ziet, dan zal het voor ons weer een moeilijke wedstrijd worden. Maar wij gaan niet afwijken van de manier van voetballen. We blijven zoals we op dit moment aan het spelen zijn, blijven we dat doen. En winnen of verliezen. Dit is de weg die we inslaan. En uiteindelijk zal uiteindelijk aan het einde van de rit zal blijken of dat we goed genoeg zijn om een rol te spelen van betekenis in deze topklasse. Ibo, alles kan, man of the match, en dat moet jouw deugd doen. Ja, met 3 punten hadden we meer deugd gedaan, maar het ging lekker. Na een kwartier ingevallen en ik denk een goede pot neergezet, maar helaas zonder punten. En waarom startte jij niet? Nou, dat is een keuze van de trainers en die hebben besloten om zo te gaan starten. En de keuze gemaakt om na een kwartier te wisselen, gelijk naar die goal eigenlijk. Ja, en toen was er ook meer stabiliteit, hè? Ja, ik denk dat we toen meer wonnen, meer duels gingen wonnen, gingen meer naar voren spelen, meer drukken. Zie je dat we beter in ons veldspel komen. Kleine mogelijkheden creëer dan met Nemia volgens mij en een bal die net te hard is voor Jip. Maar goed, we hebben wel het overwicht weer terug. Dat is wel belangrijk voor ons, ja. De Treffers is natuurlijk een hele mooie, fysieke, goede ploeg. Maar we hadden hier niet hoeven te verliezen als we over weer mogen spreken. Nee, dat klopt. Het is een goede ploeg, maar het is, ik denk dat wij wel wat beter zijn dan hun. Maar zij straffen het goed af, je ziet het. Ze komen gewoon voor de goal en straffen het heel goed af. En wat je zegt, met fysieke kracht en zo ook af en toe erin gooien. Dus dat was wel aardig sterk bij hun, achterin ook vooral. Staat TSC nu weer met beide beentjes op de grond na deze verliespot en de vorige ook daarbij geteld? Nou ja, ik denk dat wij nooit iets te veel of te hard geroepen hebben, denk ik. Ik denk dat wij wel, je weet dat je gewoon elke wedstrijd 100, meer dan 100% moet staan en moet geven. En nu zie je dat we 3 wedstrijden achter elkaar verliezen. Maar wij zijn nog steeds van overtuigd dat we kwaliteit genoeg hebben. Ja. Anto Jansen, een bekend gezicht in het voetbal. Trainer van de Treffers. Wat vond jij van deze wedstrijd hier in Tiel? Nou, het was geen makkelijke wedstrijd voor ons. En, was het daadwerkelijk billen knijpen? Nou ja, er waren heel veel moeilijke momenten bij. Ja. Het was zeker een makkelijke wedstrijd. En dit resultaat zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar tweede helft hebben we niet echt meer het initiatief gehad. Ik vind wel dat we heel goed verdedigd hebben. Ja, volwassen gespeeld, hè? Volwassen ploeg. Dat zijn jullie ook. Ja, nou, zo hebben we inderdaad gespeeld. En met een aantal gevaarlijke counters, denk ik. Dus nou ja, na de 2-0 hoop je dan dat de wedstrijd in het slot zit. Maar we krijgen heel snel weer de 2-1 tegen. Zodat we toch nog wel even een paar hartelijke momenten krijgen. Ja, het werd nog even spannend op het eind. Had het ook te maken met de fysieke kracht van jullie eigen ploeg? Dat minder werd?
Nou, die indruk had ik niet eigenlijk. Maar ik vond Tech heel fris voetballen de tweede helft. En veel bewegend. En ja, waar we de eerste helft in het begin zeker lukte om heel goed druk te zetten. Nou, dat werd daarna minder. En toen hebben we ons beperkt tot verdedigen. Maar goed, dat hebben we goed gedaan. Jullie hadden een, laten we maar zeggen, slome start. Maar jullie zijn nu op stoom, hè, in die topklasse. Waar gaat het eindigen met de treffers? Ja, dat zal de toekomst leren, denk ik. Maar nou goed, de laatste vier wedstrijden hebben we gewonnen. En dat smaakt absoluut naar meer. Een Belg die speelt bij de treffers in Groesbeek. Hoe zit dat? Ja, een hele hoop omzwervingen. Via betaald voetbal, Roda JC, VVV Venlo, Hansa Rostock. Toen tot een leeftijd gekomen en blessures gehad. Waardoor dat ik de knoop moest doorhakken om in de topklasse te gaan voetballen. En de treffers die waren geïnteresseerd. En ik heb de accommodatie daar aangekeken. En ja, dat is gewoon, alles is daar top geregeld. Dus voor mij was die keuze dan snel gemaakt. Ja, jullie gaan met 3 punten terug naar het Groesbeekse. Beschrijf de wedstrijd. Het was ik denk voor de neutrale toeschouwer een hele mooie wedstrijd. Op en neer voetbal. Het eerste kwartier hadden wij de intentie om druk te zetten. Want we wisten dat Tech thuis ook ons vast zou zetten en druk zou zetten. Dus we hebben ook niet geprobeerd om daar onderuit te voetballen. Dus we gingen met lange ballen spelen. En vanuit de tweede bal gaan voetballen. En ik denk, ja, door goed druk te zetten en wat ongelukkig moment in de verdediging van Tech maken we de 0-1. Ja, en als wij als team op voorsprong komen, dan dat geeft ons nog een extra boost. En ja, dan krijgen we vleugels als het ware. Alleen daarna zakten we iets terug als team. Waardoor dat Tech het merendeel van het spel had, het betere spel. Alleen dat resulteerde de eerste helft in 1 of 2 kansen. En voor ons, wij gingen dan op de counter spelen. In die tweede helft eigenlijk ook weinig kansen weggegeven. De laatste 10, 15 minuten kwam TSC er wel doorheen. Zaten jullie zeg maar fysiek er doorheen of niet? Ik zou niet zeggen fysiek er doorheen. Tech ging gewoon 1-op-1 spelen met de lange bal. En dan is het altijd hopen dat die lange bal goed valt. En, dat speelde jou wel in de kaart, hè, die lange ballen? Ja, het speelde mij enorm in de kaart natuurlijk. Ik had mijn collega verdediger en middenvelder, die namen de man op. En waardoor dat ik dan een beetje daartussen kon lopen, zeg maar, en de gaten opvullen. En ja, dat resulteerde eigenlijk in een hoop druk van Tech. Alleen, ik denk, ja, buiten het doelpunt en de bal op de paal en een hoop hoekschoppen, ja, kwam er vrij weinig uit. En wij hebben dan toch redelijk de rust bewaard. En daar waar nodig de bal diep gespeeld en gegokt op onze snelle buitenspelers. Ja. Nou, die topklasse is leuk. Jij bent een van die spelers die dat mooi maakt om naar te kijken als een attractie. Dus wat dat betreft, welkom volgend jaar weer hier aan toe. Ja, dankjewel. En dan hoop ik dat we samen in de tweede divisie zitten. Sven van Dingen, wat een deceptie. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. We stonden 1-0 achter. Al heel vroeg, net als de afgelopen wedstrijden al. Elke keer in de eerste 10 minuten dat we een goal tegenkrijgen. Ja, dan daarna komen we wel weer onder ons spel. Maar dan moet je zo hard werken om dan uiteindelijk, zeg maar, ja, die twee, ja, gewoon de aansluitingstreffer te maken. Nou, je loopt achter de feiten dan aan, hè? En dan kun je eigen spelletje eigenlijk niet spelen. Nou ja, inderdaad. En ja, het is gewoon heel lastig als je achterkomt. We hebben er wel hard voor gewerkt. En op een gegeven moment ging het ook alweer lopen in de voetbalopvatting en zo. Maar ja, als de goals uitblijven, dan ja. En je hebt zelf, zeg maar, zo'n 20 minuten meegevoetbald. Toen zag je ook dat er wat gebeurde op het veld, hè? Ja, dat is denk ik aan jullie om te zien. Als ik in het veld sta, dan heb ik geen idee hoe ik speel of iets dergelijks. Ik doe gewoon mijn uiterste best. Maar de treffers fysiek hartstikke sterk. Jij doet natuurlijk daar vrolijk best wel in mee. Hoe heb je dat zelf ervaren? Ja, die centrale verdedigers waren redelijk sterk. Ja, dan probeer je gewoon iets meer te komen waar de bal zich gaat bevinden. Waardoor je, zeg maar, iets meer sprongkracht kan ontwikkelen. En ja, gewoon proberen die ballen vast te houden. Ik gaf nog een assistje op Bart. Ja, gewoon je uiterste best doen en hopen dat je de aansluitingstreffer maakt of tegelijk maken. Of, ja, meer kun je toch niet doen dan je best. Nou, die bal tegen de paal op het eind ook nog zonde, hè? Want het had niet gehoeven, deze verliespot. Nee. Op een gegeven moment, ja, hebben we hem gewoon, denk ik, in de tweede helft best wel met de rug tegen de muur gezet. Af en toe hadden ze, ja, ze kwamen er meer uit vanuit de counter met die snelle jongens voorin. Maar ik denk dat we het wel goed op hebben gepakt. En het is jammer dat hij dan niet invliegt. Heb je toch nog een puntje. Je hebt de laatste wedstrijden aardig vorm getoond. Toch stond je niet in de basis. Baal je daarvan?
Ja, tuurlijk baal ik daarvan. Ik wil elke wedstrijd spelen. Ja, misschien dat we de afgelopen twee wedstrijden verloren hebben en dat de trainer iets anders wilde proberen. Dat hij voor andere types wilde kijken. Het enige wat ik kan doen is gewoon positief blijven en als ik mijn kans krijg pakken. Dan nu de uitslagen van de op 8 november gespeelde wedstrijden. Sneek Wit-Zwart, EVV 0-1. OJC Rosmalen, WKE 0-1. Koninklijke HFC HBS 3-1. Hercules VVSB 0-3. TSC De Treffers 1-2. HSC 21 Maghreb 90 3-1. AFC UNA 2-0. En JVC Kuik tegen FC Linde 1-0. De stand na 11 speelronden: WKE uit Emmen bovenaan 24 punten. AFC uit Amsterdam 20 punten als tweede. VVSB 18 punten. De Treffers 18 punten. En de Koninklijke HFC uit Haarlem 16 punten. Evenals TSC en JVC Kuik. Het linkerrijtje wordt gesloten door HSC 21 met 15 punten uit 11 gespeelde wedstrijden. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op zondag 29 november en begint om 2 uur. Op Sportpark De Lok ontvangt TSC dan UNA. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.